Wat een klapper. Hoor jullie die stilte, jongens? Kijk, elektrisch. Maar het doet ook een beetje geluid, hè? Motorgeluid. Maar het is echt elektromotor. Ik ga hem in een goede stand zetten, jongens. Hoppakee, M2. Die knop, ik word altijd zo blij van. Ja, BMW dacht, jongens, dit is nog steeds een goed idee. M5 Touring, ja, dit is de nieuwe. We hebben al, ja, feitelijk de derde generatie M5 Touring. We zijn al bij de zevende generatie M5 natuurlijk aangekomen. De limousine sedan, dat is maar hoe je het Touring wil noemen. Maar de M5. Maar de M5 Touring, dat is toch echt wel eventjes iets anders. Hoi, heerlijke bocht hier. Nou, doen we van. Commercieel succes geweest om er een touring van te maken van de M5, maar BMW gelooft er nu wel weer in. Ze kijken naar de vorige keren dat ze het hebben gedaan. E34, minder dan 1000 stuks verkocht. E61, iets meer dan 1000 stuks verkocht. 1025, zwerven wat verschillende cijfers op het internet. Zullen we even afwachten, wat is nou echt het echte cijfer? Maar goed, maakt niet uit. Wij zitten nu in de hagelnieuwe M5 Touring. Dit is de G91. Dan modelcode is altijd lastig. Een auto die wel een spatje van kritiek had gekregen eigenlijk. Misschien nog steeds wel krijgt. Want ja, we rijden hier zo in kolonnen met al onze vrachtwagens. Ja, gewicht. Dat is die elephant in the room. Zoals mensen dat zeggen. Ja, weet je waar wij mee in zitten? We zitten ook in een transitie naar elektrisch rijden. Wellicht. Ik blijf daar ook altijd mijn kanttekeningen bij zetten. We weten niet hoe de toekomst er daadwerkelijk uitziet. Maar in principe gaan we elektrisch rijden. En wat er moet gebeuren, CO2-uitstoot van de hele vloot moet naar beneden. Dit hele saaie verhaal over de M5 Touring, ja, moet er toch even bij om een beetje te duiden waarom BMW dat doet. Ik ben trouwens Wouter Karsen. Dit is een autoblog.nl video. Maar om te zorgen dat die auto's wat zuiniger worden, iets lager CO2-uitstoot hebben of iets een stuk lager CO2-uitstoot, zie je dat alle fabrikanten uitwijken naar plug-in hybrids. Plug-in hybrides, zoals je dat zegt. Stake-in hybrides, zoals je dat zo mooi zegt. In het Nederlands, voordat ze daadwerkelijk helemaal elektrisch gaan. Hè? Want nou ja, BMW heeft bijvoorbeeld van de M3 gezegd, de volgende M3, volledig elektrisch met 4 elektromotoren. Dus wees maar blij dat deze er nu nog is. Ah, het is een lekkere aandrijflijn. Ik kan er niks anders van maken. Ik ga zo wat daar meer over uitleggen. Maar don't worry. En ook het gewicht van deze auto. Ja, het telt mee. Maar nee, je hebt er ook niet heel veel last van. Oh, lekker uit te accelereren. Dankzij MX-driver natuurlijk. We gaan het hebben over de aandrijflijn. Het hart van het geheel wordt gevormd door de elektromotor. Maar nee, natuurlijk niet. Door de V8, de bekende 4,4 liter V8. 585 pk in dit geval. Hoeveel newtonmeters heeft hij? 750 newtonmeters vanaf 1800 tot 5400 toeren. Dus eigenlijk een beetje over het hele toerenbereik. Dat is ietsjes minder dan bij de uitgaande M5 Competition. Dus er zit nog ruimte in deze aandrijflijn, zou je kunnen denken. Het is die V8, die klinkt niet heel erg V8-achtig. Dat komt door het crossplane spruitstuk. Ja, het is een uitlaatspruitstuk. Een andere spruitstuk hebben we niet. Dat heeft alles met efficiëntie en zo te maken. Ja, het is natuurlijk een mooi blok. 2 turbo's, op zichzelf al potent genoeg. Maar BMW gooit nog in de mix erbij. Een elektrische motor, 197 pk sterk, 280 Nm kan die leveren, 450 Nm door pre-gearing, iets slims met een versnellingsbak dingetje. Daar had ik eigenlijk een vraag over moeten stellen. Ja, de motor levert wat de motor levert, dus waarom noem je dan nog een ander cijfer? Maar goed. Maar totaal 727 pk en 1000 Nm aan koppel. Heb ik dan BMW-engineers gevraagd, waarom heeft hij
V8 gewoon wat minder vermogen. Nou, dat zeggen ze omdat de versnellingsbak dat niet aan kan qua power en newtonmeters. XM-label Red kan dat wel. En ik ga jullie laten zien wat dat dan doet. En dan moet ik denk ik weer even de camera vasthouden. We gaan even de launch control. Launch. Oh, wat een klapper. Oh, dit loopt zo hard door. Dit was ongeveer 0 naar 2 keer zo hard als je hier wellicht zou mogen. 0 naar 100. M5 Touring, opgegeven 3,6 seconden. Ik hoop zo nog even een goede meting kunnen doen. Ik had net stond ik een beetje scheef en dan haalde hij dat volgens mij net wel. Maar ik denk dat hij nog wel sneller kan. 0 naar 200, 11,1 seconden. Het is echt serieus rap. Topsnelheid in principe begrensd op 250 km per uur. Maar het kan inderdaad ook om naar 305 km per uur. De M-driver spec. Ah, dan loopt hij eigenlijk gewoon knijterhard naartoe. Dat is echt niet hangen en wurgen om te hopen. Nou, ik hoop niet een keer 300. Nee, hij redt het gewoon. Je hebt natuurlijk wel ruimte nodig. Want weet je wat het probleem is? Vooral de rest van het verkeer wat continu in de weg rijdt. Omdat je zoveel harder rijdt. Maar die tussensprints. Ach, jongen. Wat een enorm monster. Idee te geven van die tussensprints. Ik ga hem nu even in de hybrid stand zetten. Gewoon normaal. En als ik dan de linker flipper ingetrokken hou, dan doet die boost control maximum attack. En ik zie de camera alweer een klein beetje verhangen. Wacht even zo, ja joh. Zo was hij ongeveer. Hier ben ik weer. Het is echt heel snel. En als je die specificaties vergelijkt, dan zit dat wel ongeveer op het niveau van de vorige M5. Dus dan kan je denken, ja, wat hebben we dan voor progress gehad? Nou ja, niks en toch ook weer een hoop. Want het grappige is, die lage CO2-uitstoot zorgt voor een verrassende conclusie. Eigenlijk is het een verrassende conclusie, ik ga het meteen verklappen. Dit is relatief gezien een voordelige auto in Nederland en in meer landen. Want die plug-in hybrids, ik ga maar even in de maximum attack modus. Ze rijdt allemaal zo saai. Nou, niet saai, maar leuker met meer geluid en meer. Ja. Laag brandstofverbruik, lage CO2-uitstoot, minder belasting in Nederland. En dat betekent dat deze M5 Touring de uwe kan zijn voor minder dan de prijs dan die van de M3 Touring. Wat toch echt wel een kleinere auto is. En wat ook een geweldige auto is. 6 in lijn en nou, niet of die akkerchak en zo erbij. Maar ja, dit is wel groter en is ook denk ik wel sneller. Ja, dat zou goed zijn om dat eens een keer echt te vergelijken. Maar op de rij is het gewoon een snoepje. Dubbele draagarmen voor, 5 as, multilink dus, achteras. Dan hebben ze natuurlijk aan alle rubbers en dingen zoals elastokinematiek, zoals dat zo mooi uit, mooi woord, gewerkt. Dus hij voelt gewoon lekker stevig aan. Je hebt natuurlijk de adaptieve demping. Maar ook als je hem in sporten zou zetten, het wordt niet knijterhard. Hè. Ze hebben er echt wel van geleerd zo'n auto moet. Maar ook in de praktijk gewoon het lekker doen. MX Drive had het er net al even over, omdat het hier ook wel een beetje glibberig kan zijn. Je kunt eigenlijk in 3 standen rijden. Gewoon 4-wheel drive. Dan regelt hij het allemaal het mooiste weg. 4-wheel drive sport. Dan voel je echt dat hij meer power naar achter gooit. En als je je een beetje ambitieus voelt, dan zet je het ESP uit. En dan kan die in achterwiel aan de rij worden gezet voor nou ja, een soort driftmodus. Voor een afgesloten circuit natuurlijk. Zoveel vermogen, zoveel koppel dat je echt wel op heel veel puntjes eventjes wat wielspin en even die kont zo voor komen. Ja, ik vind het echt een verrassend lekkere auto. En auto's zoals dit is natuurlijk ook ramvol techniek. Hè. We hebben het actieve speerdifferentieel op de achterassen. De achterwielen kunnen ook meesturen en integral active steering.
Stabilisatoren zijn allemaal aangepast, M-specifiek. Je merkt het. Ik heb het nog niet eens over het accupakket gehad. 18,6 kWh groot. Dan kan je tot 19 km vol elektrisch rijden. Tot 140 km per uur. En die elektromotor is 197 pk. Dus zo langzaam is het niet. Oh, dit is wel mooi over dit soort hobbels en zo. Het is niet zo dat je dat gewicht zeg maar, aan alle kanten van doordijnen. Ja, en ja, het weegt echt wel wat. 2465 kilogram in principe voor de touring. Belangrijk hierbij om te zeggen, bestel keramisch mee. Als je van het autobaanwerk, als je echt denkt van nou, ik ga gewoon even een paar keer goed lekker doorrammen. Ik heb nog niet met de stalen remmen gereden, maar ervaring leert staal op dit soort auto's, met dit soort snelheden die je kan halen, niet optimaal. Dus doe dat. Is het gewicht, wil ik toch nog even over hebben. Ja, het is echt een stuk zwaarder dan de uitgaande M5. Maar als je het vergelijkt zeg maar, met concurrentie, dus de V8 plug-in hybride, zijn, nou ja, dan heb je natuurlijk de Urus en de Bentley, de Bentayga's, maar ook bijvoorbeeld Porsche Panamera. Die is ietsjes lichter, maar dat scheelt geen honderden kilogram. Zeg al, het scheelt maar 90 kilogram. Hangt een beetje van de uitvoering zo natuurlijk af. Ja, je kan er wat van vinden, maar ik vind onder het rijden merk je het niet. Ik kan me voorstellen met stalen remmen, als je dan maar autobanen dan remmen, kan ik me iets meer voorstellen, maar ik heb het nog niet uitgeprobeerd, dus misschien valt het mee. Het is wel een geweldig ding. Rijdt echt goed en ook echt comfortabel als je het wil. Natuurlijk heb je meer afrolgeluid, iets meer voel je wat de weg wel en niet, of het helemaal glad is, dan in een reguliere 5-serie. Maar in de basis is het ook gewoon echt die GT om Europa mee te verslinden. Echt. Petje af als ik hem op zou hebben bij BMW. Dan een prijs vanaf 146.000 euro. Het is een hoop geld. Maar voor een auto met 700 plus pk, die ook daadwerkelijk dagelijks bruikbaar zijn. Dus ja, EV-pk zijn vaak gewoon anders. En je denkt, ja, nu is de accu weer leeg of verkeerd. Doet eigenlijk niet meer wat ik wil. Kan er geen rondje Nürburgring mee. Nou ja, dat zou hier allemaal wel mee moeten kunnen. Dat zullen we weinig mensen doen. Maar ja, kijk. Wacht, het is zo fijn. Wat is de conclusie? M5 voering. Ja, hij is zwaar. Irritant voor de motorrijtuigenbelasting, maar verder heb je daar eigenlijk niet echt last van.